In deze aflevering wil ik het met je hebben over hoe inkomensprognoses de betaalbaarheid van het wonen uithollen. Ja, de stelling van deze aflevering is dus dat inkomensprognoses of prognoses over de welvaartsontwikkeling dat die de betaalbaarheid van het wonen gaan uithollen. En waarom denk ik dat? Het is zo dat ik in veel woningmarktonderzoek zie dat er eigenlijk te optimistisch wordt gedacht over de inkomensontwikkeling, de welvaartsontwikkeling op la langere termijn. Zowel in goede als in slechte tijden lijkt het wel alsof wij um, ja, zijn geprogrammeerd om te optimistisch na te denken over die uh, ontwikkeling van inkomens/ welvaart op de langere termijn. En wat je dan ziet is dat ja, als je natuurlijk de. Uh, gemiddelde inkomens laat stijgen, dan heb je uiteindelijk ook minder goedkopere woningen nodig. En uh, ja, dat is op zich een logisch uh, uitkomst dan van zo'n analyse. Alleen de vraag is wel of dat altijd terecht is. Kijk, ik ben zelf ook uh, best optimistisch over een heleboel dingen. Maar ik vind het ook heel interessant om terug te kijken naar prognoses van tien jaar geleden over nu. En als je dat doet, dan zie je dat eigenlijk in heel veel gevallen dat die prognoses te optimistisch waren. Dus waar ik voor pleit is dat coöperaties ook altijd een nul scenario schetsen. En als ik dat doe bij de coöperaties waar ik voor werk, dan is het heel vaak zo dat die coöperaties zich helemaal het leplazer schrikken als je die cijfers dan in beeld brengt over hoeveel woningen er dan nodig zijn. Kijk, bij een nul scenario is het ook heel simpel. En dat kun je ook als coöperatie zelf heel makkelijk uitrekenen. Want een nul scenario wil niks anders zeggen dan dat je. Eigenlijk de verdeling van de verschillende inkomensgroepen over de hele bevolking hetzelfde houdt. En dat je dus alleen maar kijkt naar wat is de demografische groei of krimp van het aantal huishoudens. Dus met andere woorden, als nu 10% van het van aantal huishoudens een bepaald inkomen heeft en het totale aantal huishoudens groeit, ja, dan groeit die 10% inkomensgroep groeit net zo hard mee eh, met die totale groei. En, en dat is het nul scenario. En vanuit het nul scenario kun je vervolgens nog andere scenario's natuurlijk maken van wat als er wel een positieve inkomensgroei is, of wat als er misschien wel een negatieve inkomensgroei is. En dan kun je veel meer ja, de bandbreedte bekijken van wat er mogelijk is. En dan zul je ook zien dat uh, kleine verschillen in inkomensontwikkeling jaar op jaar, dat die ook meteen grote impact hebben op het aantal betaalbare woningen wat je nodig hebt. En er zijn best wel veel ontwikkelingen die ervoor zorgen, of die er in de afgelopen jaren in ieder geval voor gezorgd hebben. Dat met name de doelgroep waar corporaties voor werken, dat die niet die positieve welvaartsontwikkeling of positieve inkomensontwikkeling doormaken als wat er in de prognose zit. En dat heeft enerzijds te maken met dat eh, bijvoorbeeld er heel veel mensen met een uitkering zijn die bij een coöperatie huren, hè, bovengemiddeld ten opzichte van de totale populatie die in een woning woont. En die, die uitkeringen die zijn veel minder gestegen met de welvaart dan bijvoorbeeld de lonen of bijvoorbeeld inkomen uit allerlei andere zaken. Mijn oproep is dus aan corporaties: maak altijd een nul scenario. Kijk hoeveel betaalbare woningen je dan nodig hebt. En maak ook scenario's daaromheen over wat er zou gebeuren als er een meer positieve of meer negatieve inkomensontwikkeling is. Nou, met de tools van de, de corporatiestrategie, als je daar lid van bent. Dan kun je dat ook zelf makkelijk doen. Dan kun je zelf makkelijk die analyses maken. Dus uh, mocht je nog geen lid zijn, kijk dan even op corporatiestratege.nl/slash lidmaatschap. En dan ga ik graag met je in gesprek over wat het lidmaatschap ook voor jouw corporatie kan betekenen.